Dit is één vandaag. Goedenavond. Eindelijk rijdt hij dan, de Noord-Zuidlijn van Amsterdam. Een lijn die je ook de Arm-Rijklijn zou kunnen noemen. Want in het noorden van Amsterdam wonen mensen die het een stuk minder breed hebben dan in Zuid. Over wat die lijn de bewoners van Noord gaat brengen, dadelijk meer. Maar nu eerst het feest, de vertraging en de extra kosten. Het moment waar jullie hier, wij allemaal, op hebben gewacht. Metrolijn 52 is na jarenlange vertraging eindelijk open. In 1996 was er nog optimisme over de opleverdatum van de Noord-Zuidlijn. Dat is in het jaar 2005, dus dat is over 87.600 uur en 5 minuten. Totale kosten 3,1 miljard euro, waarvan de Amsterdammers een groot deel zelf moeten betalen. Pijnlijk. Want de gemeente Amsterdam heeft, zoals wel vaker, de kosten totaal verkeerd ingeschat. De verbouwing van het Stedelijk Museum werd 20 miljoen duurder. En de renovatie van de bestaande metro naar de Bijlmer werd 80 miljoen duurder. En voor de bouw van de Noord-Zuidlijn dacht de gemeente 180 miljoen kwijt te zijn. Maar het werd 1,8 miljard en dat is 10 keer zoveel. Ja, die Noord-Zuidlijn verbindt het welvarende zuiden van Amsterdam met het veel armere noorden. Wat betekent de lijn voor Noord? Gaan de bewoners ervan profiteren? De een ziet gouden kansen en de ander ziet de huizenprijzen stijgen en het aantal bakfietsen toenemen. Overheid. Kijk, zo zeggen mensen altijd, Anna, ken ik je weer. Ja, vertelt over Amsterdam. Slinger kreeg bekendheid door dit nummer. Ik verveel me zo in Amsterdam Noord. Een lied uit eigen ervaring, want Slinger was jarenlang jongerenwerker in Amsterdam Noord. Een wijk van de stad waar anderen een beetje op neerkeken. Kijk, Amsterdam Noord is natuurlijk eigenlijk, ja, vanaf dat hier ook zeg maar de guillotine stond en de mensen werden opgehangen. Is Amsterdam Noord natuurlijk eigenlijk toch een aparte stad geweest. Het is eigenlijk altijd apart geweest van de rest van de stad. Het was ook op een gegeven moment was het een soort prullenbak waar mensen gewoon ingedonderd werden. En die hadden elkaar keihard nodig. Bas Kok groeide op in Amsterdam Noord. Zijn opa en vader werkten er ooit op de scheepswerf. Aanvankelijk was Bas tegen de Noord-Zuidlijn. Iedereen was eigenlijk een beetje tegen toen in die jaren. En ik was zelf ook heel negatief over metro's. Dus ik ben nu inmiddels voor. Ik vind een goede verbinding belangrijk. Kok schreef 2 boeken over Amsterdam-Noord en vindt dat er veel meer moet gebeuren om de achterstand van Noord in te lopen. In Zuid wonen de rijken in het centrum, in Noord wonen de armen. Maar het meest schokkende vond ik toch wel dat een recent onderzoek van de Vrije Universiteit, waaruit blijkt dat de levensverwachting aan de noordkant en de eindhalte ruim 8 jaar verschilt met de levensverwachting in Zuid bij de Amstelveense weg, zeg maar. Ruim 8 jaar, dat is ongekend. Ik had 8 maanden al veel gevonden. Ruim 8 jaar, ja, bizar. Zal de Noord-Zuidlijn rijkdom naar Noord brengen? En zitten de bewoners daarop te wachten? De barkeeper van koffiehuis Blokken vreest dat zijn vertrouwde wereld verdwijnt. Hier komt dan gewoon de arbeider en om 6 uur 's morgens open, een bakje koffie, 80 cent. Dus dat, dan is het te doen. Anders heb je ze ook niet. Want, ik hoor die andere tent allemaal, dan moeten ze gewoon 2,75 beginnen ze mee. Tot 3,5 euro voor een bakje koffie. Dus dat is een verschil. Alles zal duurder worden, is de vrees. En niet voor iedereen wordt het openbaar vervoer nu beter. Ze halen de busverbindingen weg waarbij je in een kwartier op het centraal stond. En nu ben je gewoon 5 kwartier onderweg. Nou ja, dat vind ik gewoon plus de diepte. Als je dan met die roltrappen naar beneden moet, nou, dat is voor een heleboel mensen een probleem. Waarom is het voor jou een probleem? Ik heb last van mijn balans. En als ik in de diepte kijk, nou, dan gaat dat niet goed. Kijk, ik ben ermee begaan hoor, want ik loop mijn huis uit en ik heb in 5 tellen zit ik in die metro. Natuurlijk ben ik er niet blij mee, omdat het voor mij sneller is en voor 60-70% van de oudere mensen die hier wonen is het een afgang. Maar de metro is een feit. En dit is de Noord-Zuidlijn, het noordelijke stukje en die gaat dan zo naar zuid. Straks hoef je niet meer het water over en ben je in enkele minuten van het meest arme gedeelte van de stad in het meest rijke, de Zuidas. Station Zuid. De advocaten, de grote banken, de international financials, alles zit hier eigenlijk, wat belangrijk is in Nederland. Zouden ze dan ook in Noord gaan zitten? Nou, ik denk op termijn dat je dit ook in Noord kunt realiseren. Ik denk dat er een
een Noordas is heel goed denkbaar bij station Noord. Dat is een pendant van de Zuidas. En ja, dat kan heel goed. Waarom niet een gewone, voor de gewone mensen een Noordas maken? Voor de gewone mensen, dat die zich thuis blijven voelen. Dat die zich prettig voelen om hier te wonen. Dat je kan, ga mij toch niet vertellen dat jij graag op de Zuidas woont. Ik zou er niet doodgevonden willen worden tussen die advocaten, toch? Noord blijft Noord, met veel snackbars en kanta's op de stoep. Maar er komen langzamerhand ook andere mensen wonen. Ook tegenover café-koffiehuis Blokker. Ik had mijn vrouw zijn verjaardag een barbecue voor de deur. Nou, ik heb nog nooit politie in die jaren voor gehad, in die 25 jaar. En wat denk je, om 3 uur, ja hoor. Nou, die politieagenten vonden het ook zelf, dat is ongelooflijk dit. Ja, ik zei, wat is dat? Ik zei, gewoon een paar juppen aan de overkant en die gaan gelijk bellen. Ik bedoel, ben je maar bezig. Amsterdam kan inmiddels de toeristen niet meer aan. Er is zelfs een hotelstop afgekondigd. Maar op de eerste stop van de Noord-Zuidlijn is het vooral heel erg leeg. Over die weg heen zou je zo een gebouw kunnen zetten van 200 meter hoog. Met hotel erin, woningen erin, een museum erin. Dus hier kan wel ontzettend veel. Is de oplossing een stad inrichten voor toeristen? Want volgens mij is dat niet de oplossing. Je moet de stad juist inrichten voor bewoners en dan is het interessant voor toeristen. Er valt nog veel te bespreken, maar langzamerhand zien sommigen ook wel de voordelen. Ik zeg wel eens tegen die mensen, tegen mijn buren zo, ik zeg luister, jouw koter wou nooit zo graag naar school. En die was heel school. Maar nou zit het samen in de klas met een van de juppenkinderen, wat ik een vreemde naam vind. Maar, ja. En die is wel fanatiek, want die wil wel leren, want die wil straks wel een baan en die wil straks wel een bedrijf. En door die vriendschap van die kinderen begint die andere ook gemotiveerd te raken. Ja. Dus op die manier... Ik had net een beetje, hoorde ik de dames vertellen dat ze ook wel inzagen dat het ook leuk was als dat mengde ook met elkaar. En dan denk ik, nou ja, ik zit dan ook meteen te denken van waar is een goed voorbeeld als het arm en rijk gemengd wordt. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig zijn maakt rijk. En mensen in Amsterdam-Noord waren en zijn nog steeds gelukkig als ze hier wonen. Dus het zijn eigenlijk hele rijke mensen. Ja, vanaf morgen is de metrolijn open voor iedereen.